Goedemorgen iedereen. Welkom op ons webinar Debiteurenbeheer, die straks door Filip zal uiteengezet worden. Paar afspraken. Dit webinar wordt opgenomen en wordt straks ook met u gedeeld via YouTube en ook via een link dat je zal krijgen in je mailbox. Je kan vragen stellen. Onderaan heb je een knopje chat en een knopje Q&A. Ik zal dan die vragen beantwoorden terwijl Filip zijn webinar heeft. Moest je nog vragen hebben achteraf, kan je die altijd doorsturen naar support@venissoftware.be. Vergeet ook niet om u in te schrijven voor de volgende webinar ook, 15 december over overdracht en over het maken van een nieuw boekjaar. Goed, ik geef nu het woord en de controle aan Filip. Ja, goedemorgen. In dit webinar Debiteurenbeheer leert u hoe u een betalingstermijn voor uw klanten kan instellen, dit op algemeen niveau. Op niveau van de individuele klant en ook op documentniveau. We zien ook de verschillende mogelijkheden om openstaande documenten en saldo's van klanten te gaan consulteren en hoe u de klant kan aansporen om te betalen, dus dit door het versturen van rekeninguittreksels en of rappels. Verder besteden we ook aandacht aan actieve debiteurenopvolging, de kredietlimiet van de klant en de gemiddelde betalingstermijn. Eerst iets over de vervaldag dus over de betalingstermijn. Je hebt een algemene vervaldag, dat is eigenlijk de vervaldagperiode volgens uw factuurvoorwaarden, dus eigenlijk hetgeen dat meestal of courant wordt toegepast, dus degene dat je normaal toepast voor uw klanten. Die kunnen we eigenlijk instellen in de module klanten, dus onder basisgegevens klanten. Ja, dus in mijn testdossier heb ik hier al een aantal klanten inzitten. En voor nieuwe klanten kan je dat eigenlijk doen via de Venis-knop en dan instellingen, standaardwaardes, globaal. Onder het tabblad document ga je hier eigenlijk meegeven wat standaard de betalingstermijn is voor nieuwe klanten. Dus dat nu eigenlijk instelt op 30 dagen na datum. Je kan bijvoorbeeld ook zoveel dagen na einde maand of na einde volgende maand kiezen. Ja, dus bij het maken van een nieuwe klant, dan wordt die betalingstermijn uit de standaardwaardes default overgenomen. Dus hier bij nieuwe klant wordt dit eigenlijk ingesteld. Natuurlijk kan je dat ook gaan instellen per klant afzonderlijk. Dus we hebben hier al een aantal klanten inzitten. Als ik een bepaalde klant wijzig onder tabblad document, hier staat nu natuurlijk de default betalingstermijn, maar je kan dat per individuele klant ook gaan aanpassen. Als de klant Janssens moet betalen op 15 dagen of contant te betalen, dus kan je ook opgeven 0 dagen na datum. De betalingstermijn per klant of per document, die kan dan ook nog een keer gewijzigd worden per individueel document. Dus als ik een verkoop ga boeken voor een specifieke klant, dus we gaan dan naar de module verkopen en ik maak een nieuw document voor klant Janssens. Dus de documentdatum is vandaag. De vervaldatum die wordt berekend aan de hand van de betalingstermijn van de klant. Dus 15 dagen komen erbij. Maar je kan hier eigenlijk nog per individueel document ook nog de betalingstermijn gaan aanpassen. Dus als je wil afwijken van die betalingstermijn van de klant, dan ga je gaan zoeken in de kalender en kan je zelf een datum kiezen. Of je kan natuurlijk ook gewoon een puntje ingeven in een datumveld, dat is de huidige datum. Er kan ook mee gerekend worden, voor het puntje plus 10, dan krijgt de klant eigenlijk 10 dagen om de factuur te betalen. Dus er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden bij het ingeven van een datum. Oké, dan ga ik even een tweetal documenten aanmaken voor een klant, dus we zitten nog steeds in de module verkopen en ik ga een aantal nieuwe documenten inboeken. Eerst even checken bij de klant, dus Culie Cadeau, of dat de betalingstermijn nu juist staat ingesteld, dus 15 dagen na datum, dat is inderdaad hetgeen dat ik wou. Misschien nog iets over die betalingstermijn van daarnet, want dus nu staan bijvoorbeeld alle klanten ingesteld volgens een bepaalde termijn. Als je voor de bestaande klanten ook de betaaltermijn wil aanpassen of globaal wil aanpassen, dat kan je dan bijvoorbeeld doen via het werkblad. Dus als je werkblad in de wijzigbare vorm plaatst, dus met Ctrl-W of het icoontje wijzigbaar, dan kan je eigenlijk heel snel voor de bestaande klanten ook de betalingstermijn gaan aanpassen. Dus als je dan klikt op de knop vervangen en je zoekt bijvoorbeeld naar de waarde 15,
Je kan die vervangen door 30. Dus het veld dat er nu staat, dat is misschien niet onmiddellijk zichtbaar, maar dat is de betalingstermijn. En dan kan je eigenlijk al die waardes globaal gaan vervangen, dat alles ineens op 30 staat. Dus als je dan het werkblad terug in de normale vorm zet, dan is dat aangepast. Dus hier, u ziet dan duidelijk dat het om de betalingstermijn van de klant gaat. Nu, voor Culicado wil ik daarvan afwijken, dus zal ik terug de waarde op 15 dagen na datum plaatsen. Ik zal een tweetal documenten boeken voor klant Culicado. Dus we gaan dan de module verkopen. Ik boek een nieuw document. Klant opzoeken kan vanuit de lijst. Je kan natuurlijk ook intikken de eerste letters van de naam van de klant. Totaalbedrag geeft me in 2800 euro. En de documentdatum, dat is de datum van vandaag. Maar ik zal die datum aanpassen. Ik zal het documentdatum in het verleden zetten. Dus puntje min 30. Dus de klant heeft 15 dagen tijd om te betalen. Dus dat betekent dat op datum van vandaag dit document al vervallen zal zijn. Dus dat doe ik bewust zo om straks ook de herinneringen of de uittreksels te kunnen demonstreren of drapels. De tegenboeking die mag op de 701 gebeuren, dat is oké. Ja, nu zit ik natuurlijk met de verstoring van de chronologie, omdat er documenten geboekt zijn met een hoger nummer op een recentere datum, maar op zich is dat niet zo erg. Goed, dan boek ik er nog eentje in voor klant Culicado. Dan zal ik die documentdatum ook weer aanpassen, dus puntje min 5 is ook een datum in het verleden. Maar die zal nog niet vervallen zijn, dus klant heeft 15 dagen tijd tot 4 december, dus dat gaat om een document dat op dit ogenblik nog niet vervallen is. Voilà, we hebben een tweetal openstaande documenten voor deze klant. Hoe kan ik nu de openstaande saldo's of de verkopen gaan consulteren? Dus we gaan ons specifiek richten op deze klant, maar natuurlijk kan je dat ook in het algemeen doen. Eerste mogelijkheid is via de boekhoudverkenner. Dus als we terug naar het hoofdmenu van Vennis gaan en dan kiezen we het tabblad Start, Verkennen boekhouding. Dus hier heb je de boekhoudverkenner. In de boekhoudverkenner nemen we het tabblad Boekingen. Dus links kiest u voor Boekingen. Ja, de klant is al geselecteerd. Als dit veldje nog blanco was geweest, dan kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk de klant gaan opzoeken via de eerste de afkorting van de type rekening, dus K van klant, en dan de eerste letters van de naam. Dus dan heb je onmiddellijk klant Culicado. Je kan de boekingen opvragen enkel voor het huidige jaar, maar eventueel ook voor meerdere jaren. En dan gaan we de historiek opvragen van de klant, dus de knop historiek. Ja. Op de historiek kan er een filter worden toegepast, die staat eigenlijk al correct op openstaand, dus kan ook volledig zijn. Dan krijg je eigenlijk alle documenten voor deze klant binnen het huidige boekjaar te zien. Maar nu zijn we eigenlijk enkel geïnteresseerd in de openstaande boekingen, dus bij filter gaan we hier kiezen voor openstaand en dan klikt u opnieuw even in het overzicht en zo krijg je alleen maar de openstaande boekingen op deze klant te zien. Ja. Wat er ook bij staat van informatie is hier het openstaand bedrag of het openstaand boekhoudkundig saldo van die klant. Dat is dan eigenlijk het totaal van deze document. Dus hebben er dat pas twee ingeboekt, eentje van 2800 en een van 1500, die zijn beide openstaand. Dus totaal openstaand boekhoudkundig saldo van klant Culicado is 4300 euro. De individuele boekingen op zich die kan je ook vanuit dit overzicht gaan consulteren. Dus als je op een bepaalde lijn gepositioneerd staat en je klikt op consulteren document of Ctrl-L, dan kom je weer in de verkoop terecht. Goed, dat is één mogelijkheid. In de boekhoudverkenner kan je ook het tabblad saldos nemen. En dan zijn we geïnteresseerd in de saldo's van de klanten. U kan uiteraard ook de saldo's van algemene rekeningen, van leveranciers of van financiële rekeningen opvragen. Maar nu gaan we ons richten op de klanten. Verder heb je ook de keuze om de nulsaldo's, klanten met, waarvan saldo nul is, om die op te nemen in het overzicht of niet. Dus dat is een keuze die je hier maakt. En je kan eventueel in plaats van het volledige boekjaar ook de saldo's, boekhoudkundige saldo's opvragen van
een beperkte periode binnen een boekjaar, bijvoorbeeld van één bepaalde maand. Dus om alle boekjaren van deze maand op te vragen. Dan klik je op de knop verkennen. En hier in dit overzicht kan je eigenlijk onmiddellijk het boekhoudkundige saldo onderaan het saldo. En dan een overzicht van alle boekjaren op deze klant die geleid hebben tot het huidige boekhoudkundige saldo. Elke afzonderlijke boeking die kan van hieruit ook weer opgevraagd worden. Dan gebruik je het oogje bovenaan, dus bekijk een document of Ctrl-Shift-L. En zo kom je weer in de verkoop terecht. Dus dat zijn een tweetal mogelijkheden via de boekhoudverkenner. Je kan de openstaande saldo's of verkopen ook opvragen via het werkblad Verkopen. Dus dan gaan we terug naar module Start, boekhouding, verkopen. Dit zijn alle verkopen die u hier in het werkblad ziet, maar je kan het overzicht ook beperken tot enkel de openstaande boekingen. Dus dan neem je hier bovenaan als selectie openstaand. En dan wordt het overzicht met de verkopen beperkt tot enkel de openstaande boekingen. Eventueel kan je met beheerkolommen ook het veldje openstaand toevoegen. Ja, ik vind hem nu niet onmiddellijk terug, maar normaal heb je ook een veld dat aangeeft of dat de boeking nog openstaande is. Maar goed, eigenlijk op basis van de selectie kan je het ook onmiddellijk al zien. Ja, eventueel, hier zijn er geen overgedragen documenten, maar het is eventueel ook mogelijk dat er nog overgedragen documenten zijn van vorige boekjaar die nog openstaan. Dus ja, je kan eventueel ook dit werkblad beperken tot enkel de boekingen op één specifieke klant. Dus als we de selectie gaan wijzigen, er is eigenlijk al een begrenzing actief. Dus dat zijn eigenlijk enkel de boekingen op klant Culier Cadeau die we hier overhouden. Heeft u geen begrenzing op, dan ga je de boekingen hebben, openstaande boekingen van alle klanten. Maar je kan die dus eigenlijk ook gaan beperken tot één specifieke klant, om dan van hieruit eventueel ook een export te maken van die openstaande boekingen naar extern rekenblad, dus naar Excel. Nog een mogelijkheid om de openstaande saldo's of boekingen te weerhouden, is dan eerder in de rapportvorm, dus via de individuele rekening van de klanten. Dus dan gaan we naar rapporten boekhouding. Onder details vindt u de afdruk van de individuele rekeningen terug. Ja, hier kiezen we uiteraard klanten. U kan de volgorde instellen, dus wilt u de klanten alfabetisch zien of gesorteerd op nummer? Dat kiest u hier. Afhankelijk van de gekozen selectie of volgorde kan je dan ook nog een beperking ingeven, dus voor alle klanten of enkel voor één specifieke klant. Er kan daar eventueel ook een filter opgezet worden, dus bijvoorbeeld enkel de Belgische klanten, dan zou je hier een filter kunnen opzetten en dan op basis van de landcode gaan testen om enkel deze klanten te weerhouden. Bij de afdruk van de individuele rekening dan ga je ook een datum opgeven tot wanneer de boekingen gecontroleerd worden. Dus staat die op 22-11. We kunnen het gerust aanpassen naar de huidige datum. Dan gaat hij alle verkopen controleren tot deze datum. Ja, dus documenten die na deze boeken, die na deze datum werden ingegeven, die gaan dus niet opgenomen worden in het overzicht. Dus je kan eigenlijk ook perfect een historisch overzicht afdrukken voor hoe was de situatie op 15 november. Ja. En bij de afpuntingen heb je dan ook nog twee mogelijkheden. Moet er rekening gehouden worden met afpuntingen op verkoopdocumenten tot op nu, dus tot op de huidige datum van 24 november? Of moeten de afpuntingen ook maar meegeteld worden tot de opgegeven datum, dat wil zeggen tot 15-11? Dus hij had eigenlijk enkel ook rekening gehouden nu met de financiële documenten die werden ingeboekt tot op 15 november. Bij documenten kiest u of dat u alle documenten wil of enkel de openstaande. Dus ik zal nu wel rekening houden met alle boekingen tot op datum van vandaag. Dus, en we vragen de openstaande op.
Ja. Hier ziet u bijvoorbeeld ook dat Culicado dat die twee openstaande verkoopdocumenten heeft. Dus de afpunting S0, die zijn nog volledig openstaand. En het totaal boekhoudkundig saldo van die klant is dus 4.300 euro. Daarnaast is er nog een klant die ook een openstaande verkoop heeft voor 800 euro. Dus dat ziet u allemaal netjes in dit overzicht. Een andere lijst die ook de openstaande verkopen gaat weergeven, is het gedetailleerd vervaldagboek. Dus ik sluit dit weer af. En nu gaan we naar rapporten, boekhouding, documenten, vervaldagboek. Ja. Dus ook hier heb je weer aankopen en verkopen. Terug de volgorde alfabetisch of op nummer, waarbij de mogelijkheid is om alle klanten op de lijst op te nemen of enkel één specifieke klant. Er kan hier ook weer een filter op klanten of op documenten worden ingesteld. En ook hier heb je weer de huidige situatie, dus tot op datum van vandaag, of historische situatie, dat geef je een datum op in het verleden. En dan kan je weer kiezen of dat de afpuntingen tot op de huidige datum zijn, dus tot op vandaag, of historische situatie dat er enkel rekening gehouden wordt met de afpuntingen tot op de historische situatie, als dat nodig is. Er is een gedetailleerde lijst mogelijk bij de vervaldagboek of verkort. Ik zal beide even afdrukken. En je kan ook kiezen om eventueel details van financiële en diverse documenten op te nemen op de lijst of niet. Dus als je dit afvinkt, dan heb je enkel de verkopen in het geval van klanten. Dus vervaldagboek verkopen, we hebben de standaard layout. Goed. Dus voor klant Culicado kan je duidelijk zien dat er hier twee openstaande verkopen zijn. En dan heb je het totaal factuurbedrag en ook aparte kolommen. Dus dat is eigenlijk volgens de algemene vervaldagen die ingesteld werden in de parameters van de boekhouding. Dus die documenten komen in verschillende kolommetjes terecht, omdat het ene document is op dit ogenblik nog niet vervallen. Dus die komt in de kolom minder dan 0 dagen terecht. En het andere document is vervallen en is meer dan 0 dagen vervallen uiteraard en minder dan 30 dagen. Dus die komt in deze kolom terecht. Dus als het document dan op de nieuwe controledatum tussen 30 en 60 dagen vervallen is, dan zal het in deze kolom terechtkomen. Dus je hebt eigenlijk aparte kolommetjes naar lang de periode dat het document reeds vervallen is. Boekhoudkundige saldo's die kan je eventueel ook onmiddellijk oproepen of opvragen in het werkblad van de klanten. Dus als we nu even teruggaan naar basisgegevens klanten. Dus dat is mijn overzicht met al mijn klanten. En ik heb hier al een kolom toegevoegd met het saldo van boekjaar 2022. Dus eigenlijk kan je ook onmiddellijk vanuit dat werkblad klanten al zien wat het boekhoudkundig saldo van per klant is. Dus hier hebben we voor klant Culicado een boekhoudkundig saldo van 4.300. Dus ik heb dat toegevoegd via beheerkolommen. En dan moet u eigenlijk gaan zoeken in de tabel saldo boekjaar 2022. Dus je kan eigenlijk debit en credit opvragen per maand. Maar ook het totale saldo van het boekjaar, zoals ik nu gedaan heb, is daar beschikbaar. En zie je dus eigenlijk onmiddellijk in het overzicht van de klanten. Als we onze klanten willen aansporen om te betalen of aanmanen, dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Je kan ofwel een rekening uitreksel sturen naar de klant, ofwel een rappel. Het zijn eigenlijk gelijkaardige lijsten, maar het uitreksel wordt in het algemeen meer gestuurd op verzoek van de klant zelf. Dus een klant belt u bijvoorbeeld binnen en vraagt van, ja, kan je mij in zijn overzicht sturen van wat er op dit ogenblik nog openstaan heb bij jullie in de boekhouding. Dan ga je in principe een rekening uitreksel sturen naar deze klant. En een rappel zal eigenlijk niet op vraag van de klant zijn, want dat is eigenlijk als je zelf uw administratie overloopt op een bepaalde datum en u gaat de openstaande documenten overlopen en zien dan, ja, deze documenten zijn vervallen en nog niet betaald, dan zal er eigenlijk een rappel gestuurd worden naar uw klanten. Dus ik start even met de uitreksels. Dus die vindt u terug onder rapporten, boekhouding, documenten.
Dus beide zitten hier onder de knop rappels, maar je hebt er eigenlijk zowel de rappels als de uittreksels. Dus een uittreksel. Dus een uittreksel kan je afdrukken met... dus hier ga je eigenlijk opgeven tot welke datum dat je de controle gaat uitvoeren. Dus met de nieuwe datum tot en met, dat is de huidige datum. Geef je geen vorige datum op bij controle, dan wordt er eigenlijk een rekeninguitreksel afgedrukt voor alle klanten die openstaande documenten hebben. Dus ik zal hier even mee beginnen. We gaan dat doen voor alle klanten. Je kan er eventueel ook een filter op zetten, maar dat is nu niet nodig. En dan maak ik even een afdruk op het scherm. Het rekeninguitreksel, dat ziet er zo uit. Dus voor klant Culi Cadeau ga je duidelijk kunnen zien dat er twee openstaande documenten zijn, waarvan eentje vervallen. Dus de vervallen documenten die worden hier eigenlijk aangegeven of aangevinkt. En dit document is voor 15 dagen vervallen. De tweede pagina. Ja, er zit een blanco tussen. En dan heb je nog een rekeninguitreksel voor Janssen Spee. Dat is een klant die ook een openstaand document heeft dat nog niet vervallen is. Dus voor €800, ook voor deze klant, wordt er dus eigenlijk een uittreksel afgedrukt. Heeft u bij de vorige datum wel een datum op, bijvoorbeeld 15-11, dan gaat het systeem kijken of dat die klanten sinds de vorige controledatum in een nieuwe vervaldagperiode terechtgekomen zijn. Dus bijvoorbeeld op 15-11 was dat document voor de klant 28 dagen vervallen, dus minder dan 30 dagen. Maar op de huidige datum, 24-11, zal dit document dan meer dan 30 dagen vervallen zijn. In dat geval wordt er dan eigenlijk wel een uittreksel afgedrukt. Ja, dus je gaat dan eigenlijk kijken of dat de klant tussen de vorige en de nieuwe controledatum documenten heeft die in een nieuwe vervaldagperiode terechtgekomen zijn. En dan is er nog een speciaal geval. Als je vorige datum tot en met en dan dit veldje leeglaat. Ja, dus we gaan eigenlijk controleren tot 24-11 en we gaan ook gebruik maken van de vorige datum, maar we laten dat veldje leeg. Dan zal er op de nieuwe datum enkel een afdruk komen voor klanten die vervallen verkoopdocumenten hebben. Dus als ik dat even doe, dan wordt er weer een uitreksel afgedrukt voor Culi Cadeau, want die heeft een vervallen verkoopdocument. Maar er is geen tweede pagina meer. Er wordt dus eigenlijk geen uittreksel afgedrukt voor Janssen Spee. Want die had wel een openstaand document, maar het is niet vervallen. Dus die wordt dan eigenlijk niet mee opgenomen in de run van de rekeninguitreksels. Uiteraard kun je ook rappels afdrukken. Dus die zitten ook onder rapporten boekhouding, rappels en dan rappels. Er zijn verschillende rappelgraden, dus je hebt eigenlijk vier verschillende rappelgraden standaard. Dus van graad 1 tot en met 4. In de parameters kan je ook een en ander instellen. Dus stel bijvoorbeeld dat u enkel de formulering wil gebruiken van de eerste drie rappelgraden, dan kan je hier opgeven herhalen vanaf graad 3. Dus de klant krijgt kan nog steeds een oplopende rappel krijgen, dus blijft eigenlijk steeds verder oplopen. Maar de formulering of de afdruk gaat maar tot rappelgraad 3. Verder kan je de klant hier ook een aantal extra dagen marge geven. Bijvoorbeeld, je drukt vandaag rappels af met controledatum 24-11. En een klant heeft een openstaand verkoopdocument dat gisteren vervallen is. Als u hier als marge 7 opgeeft, dan gaat er voor deze klant vandaag nog geen rappel worden afgedrukt. Dat is eigenlijk een extra marge van 7 dagen dat je krijgt om facturen te betalen. Dan is er ook nog een periode tussen twee rappels. Dat is eigenlijk om te vermijden dat de klant... heb voor het vorige week rappels afgedrukt en die klant krijgt een rappel van graad 1. Maar je drukt deze week opnieuw rappels af en het openstaand document zit een nieuwe vervaldagperiode, dan zou er in principe vandaag voor dezelfde klant een rappel van graad 2 komen. Om dat te vermijden dat die klant eigenlijk twee keer een rappel krijgt in een week tijd, kan je hier eigenlijk zeggen dat er minimum 10 dagen moet zijn tussen twee rappels voor eenzelfde document.
Dat is de herhalingsperiode. Dat is eigenlijk eenmaal dat de klant dan in rappelgraad 4 komt, om de hoeveel dagen dat hij dan nog een nieuwe rappel krijgt. Dus rappelgraad 5 of 6 zal maar om de 30 dagen kunnen verstuurd worden, tenzij u het hier anders instelt. Verder kan je ook nog kosten gaan aanrekenen per rappelgraad. Dus dat kan procentueel. Of ook met een minimum en maximum vast bedrag per graad. Dus je kan ook verwijlinteresse aanrekenen en ook instellen dat vanaf een bepaalde graad de raadsman wordt ingeschakeld via een brief of lijst. Dus, en hier geef je op vanaf welke graad dat precies gebeurt. Goed, ik zal gewoon even een voorbeeld maken van een rappelafdruk ook. Dus we gaan eigenlijk controleren op 24 november, dus op de huidige datum, welke klanten er nog openstaande vervallen documenten hebben. Dus ik kan dat hier eigenlijk ja, gewoon van begin tot einde plaatsen. Ook belangrijk, als u hier het veldje afsluiten aanvinkt, dan wordt die rappelsessie opgenomen in de historiek. Dus dan komt eigenlijk hier in de historiek terecht. Dus ik heb eigenlijk eerder al rappels afgedrukt, maar ik zal die misschien even schrappen. Dus we gaan rappels afdrukken op 24.11. Op dit ogenblik is er dus nog geen historiek. Is het veldje afsluiten aangevinkt, dan gaan die hierin komen. Dus je hebt telkens de mogelijkheid om je rappels of elke lijst af te drukken op het scherm naar de printer of naar het bestand. Ja, dus we hebben nu eigenlijk enkel een afdruk voor klant Culie Cadeau. Dus dat is de enige klant die openstaande vervallen documenten heeft op 24.11. Oké. En op de afdruk van de rappel met de standaard layout, dan zie je eigenlijk de documenten die aanleiding geven tot de rappel. Dus dat is eigenlijk dit document dat vervallen is en heeft aanleiding tot de rappel van graad 1. Maar je hebt ook een rekeninguitreksel waarop eigenlijk alle documenten staan. Dus ook degenen die nog niet vervallen zijn. Dus in dit geval de tweede lijn, dat is een document dat nog niet vervallen is, maar dat komt ook op de afdruk van de rappel onder de rubriek rekeninguitreksel. Ik zal de rappels even afsluiten. Ja. Dan komt dit eigenlijk in de historiek. Dus hier kan u eigenlijk perfect zien wanneer u rappels heeft afgedrukt, welke graad die precies hadden en voor welke documenten. Dus van hieruit kan je trouwens ook weer het verkoopdocument in kwestie gaan consulteren. Stel, we zijn nu een maand verder, dus we drukken opnieuw rappels af op 24.12. Ja, dan ga je bijvoorbeeld een rappel hebben van graad 2 voor klant Culie Cadeau en ook een rappel van graad 1 voor klant Janssens. Dus klant Culie Cadeau had op 24 november al een openstaand vervallen document, is intussen nog niet betaald. Dus die rappelgraad zal oplopen. Je krijgt dan eigenlijk ook een andere formulering, dus de formulering van graad 2. Intussen zijn beide documenten vervallen eigenlijk, dus het ene 45 dagen, het andere 20. Dus beide geven eigenlijk aanleiding tot een rappel, maar sowieso wordt er maar één rappel per klant afgedrukt en dat zal dan eigenlijk de formulering van de hoogste graad zijn die het haalt, dus van graad 2. En we hebben ook een rappel van graad 1 voor klant Janssens, want intussen is dit document ook 9 dagen vervallen. Ik kan die ook weer sluiten en dan komt deze lijn ook weer in de historiek terecht. Misschien ook nog even aanduiden dat u per klant en per document kan aangeven of dat er voor dat document al of niet rappels worden verstuurd. Als u bepaalde klanten wil uit de normale rappelroutine of circuit halen, dan kan u onder tabblad document hier het veldje rappels versturen afvinken. Ja. Dus in principe zullen er voor klant van Doorn dan nooit geen rappels verstuurd worden. Maak ik een nieuwe verkoop voor deze klant? Dus ik ga naar de module verkopen. Ik maak een nieuwe verkoop voor klant van Doorne.
Zullen we ook even totaalbedrag invullen. Dan wordt het veldje rappel in het verkoopdocument standaard ook niet aangevinkt, want het is een klant die geen rappels krijgt. Dus je kan dat ook per klant of per verkoopdocument liever individueel ook nog weer gaan aanvinken. Dus je kan het aan- of afvinken. Dat dan op niveau van document kan je ook aangeven of dat echt document aanleiding kan geven tot rappels of niet. Goed. Vanuit de module verkopen is het ook mogelijk om te bekijken of dat die klant al rappels heeft ontvangen en wanneer dat precies is gebeurd. Dus als ik nu even terugga naar de module verkopen, dan heb ik hier al het veldje datum laatste rappel. Dus je kan per document gaan zien. Ja, het is hier beperkt tot één klant. Ik zal misschien even van begin tot einde nemen. Dus Janssen Space staat er nu ook bij. Dus we hebben eigenlijk voor die documenten allemaal een rappel gestuurd op 2412. En ik kan er eventueel ook de rappelgraad even bij plaatsen. Het veldje rappels versturen mag er ook bij. Zo zie je eigenlijk in welke rappelgraad dit document op dit ogenblik al zit. En het veldje rappels versturen staat uiteraard aangevinkt voor al deze verkoopdocumenten. Wat je ook kan gebruiken in het debiteurenbeheer is de controle op de vervallen documenten en op de kredietlimiet. Gaan we een beetje een onderscheid maken of dat u al of niet gebruik maakt van facturatie in Venis. Want je hebt hier in de parameters van facturatie, dus voor de mensen die effectief gebruik maken van Venis facturatie, onder het tabblad andere, dus in de facturatieparameters, tabblad andere, kan u eigenlijk een controle laten gebeuren op de vervallen verkoopdocumenten in de boekhouding, dus zowel bij de ingave van de klant en dan met eventueel een aantal dagen marge. Dus u kan ook zeggen van het document moet al x aantal dagen vervallen zijn opdat de controle erover struikelt eigenlijk. En ook op de kredietlimiet van de klant kan er een controle gebeuren, dus zowel bij de ingave van de klant als bij het inschrijven van uw verkoopfactuur. Misschien eerst even uitleggen waar je de kredietlimiet gaat instellen. Dus dat doe je eigenlijk per klant. Is daar een veldje voorzien in de fiche, dus bij Cully Cadeau, onder het tabblad document. Hier heb ik eigenlijk een kredietlimiet ingevuld van 4000 euro. Dat is eigenlijk het maximum openstaand bedrag dat die klant mag hebben uitgedrukt in dossiermunt. Dus met de openstaande documenten die er nu zijn in de boekhouding, we hadden een totaal openstaand saldo van 4300 euro. Dus die klant zit er eigenlijk op dit ogenblik boven zijn kredietlimiet. Dus voor de mensen die facturatie hebben en die gaan bijvoorbeeld een factuur gaan ingeven in Venis. Dus we gaan nu naar de module verkoopfacturen. Ik maak een nieuwe factuur aan voor klant Cully Cadeau. En op dat ogenblik zal ik eigenlijk een melding krijgen dat er nog vervallen verkoopdocumenten zijn in de boekhouding. Dus ik kan dan kiezen om die klant al dan niet te aanvaarden. Uiteraard kun je het ook weer aanpassen via de facturatieparameters. Ik zit in een volgende periode, maar dat is niet zo erg. Goed. Dus ik had een melding gekregen dat ik openstaande vervallen documenten heb in de boekhouding. En ik kan die documenten vanuit de verkoopfactuur ook gaan opzoeken. Dus bovenaan in de verkoopfactuur is er een knop overzicht openstaande saldo's of Alt F6. En hier ziet u eigenlijk welke documenten er nog openstaan en eventueel vervallen zijn. Dus de status geeft eigenlijk aan dat het hier om een vervallen verkoopdocument gaat. De afzonderlijke documenten, als je die wilt bekijken, dan kan dat ook. Dan kom je in het boekhoudkundig document terecht. Bij het inschrijven van een nieuwe factuur, ja, misschien kan ik eerst even een artikelnummer ook gaan selecteren.
dan ga ik ook een melding krijgen dat de kredietlimiet voor de klant overschreden is. Dus je kan dan kiezen van, ja, ga ik effectief nog een nieuwe factuur aanmaken of gaan we dat weigeren? Voor de mensen die geen facturatie hebben, dan kan je eventueel ook wel gebruik maken van die kredietlimiet. Maar dan ga je dat bijvoorbeeld zien op de afdruk van het verkort vervaldagboek. Dus als we even naar rapport en boekhouding gaan, en dan hier vervaldagboek, verkopen. Dus ik zal even de verkorte lijst dan afdrukken. Dan heb je maar één lijntje per klant. Je ziet ook weer de documenten in de verschillende kolommen staan en dan het totaalbedrag, dus het grootboekhoudkundige saldo. En ook de kredietlimiet wordt hier vermeld en dan zie je of dat de klant eigenlijk op dit ogenblik boven zijn ingestelde kredietlimiet zit. Dus dan gaat dit veldje aangevinkt zijn op de afdruk van het verkort vervaldagboek verkopen. Dus ook als je eigenlijk geen gebruik maakt van Vennies facturatie, is er wel een nuttig gebruik van die kredietlimiet of van dat veldje kredietlimiet. Iets over de gemiddelde betalingstermijn. Het kan ook handig zijn dat je weet wat de gemiddelde betalingstermijn is van uw klant. Dus op de afdruk van de individuele rekening van de klanten wordt de betalingstermijn vermeld. Dus onder rapport en boekhouding, individuele rekening, dan klanten, alle klanten. En dan maken we een afdruk. Dus voor elke klant staat hier eigenlijk de gemiddelde betalingstermijn in dagen vermeld. En dan heb je eventueel ook nog een totale gemiddelde betalingstermijn van 25. We hebben op onze website een KBS-artikel dat uitlegt hoe die gemiddelde betalingstermijn wordt berekend. Dus hier is dat misschien voor de gebruiker niet onmiddellijk duidelijk of zichtbaar. Hoe dat er juist aan dat bedrag gekomen wordt van die 24 dagen of hoe dat juist berekend wordt. Dus we hebben een KBS-artikel dat meer uitleg geeft daarover. Even naar onze website daarvoor. Dus we kiezen op onze website support en dan heb je hier onze kennisdatabank waar u kan zoeken op trefwoorden. Dus ik geef hier betalingstermijn in. Zoeken. En hier is er een KBS-artikel dat eigenlijk gedetailleerd uitlegt hoe dat de betalingstermijn, hoe dat we daar precies aankomen. Dus dat kan je eventueel achteraf nog eens rustig nalezen. Tenslotte wil ik nog iets vertellen over de integratie met CompanyWeb voor de mensen die eigenlijk een account hebben bij CompanyWeb. Dat kan ook geïntegreerd worden met Vennies. Dus vanuit het Vennies hoofdmenu kies je hiervoor de Vennies-knop en dan instellingen onder de parameters vindt u daar CompanyWeb terug. Dus je kan hier het veldje CompanyWeb activeren aanvinken. En dan geef je eigenlijk hier uw gebruikersnaam en uw wachtwoord dat u heeft bij, voor uw account bij CompanyWeb. Kan je hier dan eigenlijk invullen en dan is een integratie met Vennies mogelijk. Waar zie je dat dan precies? Bij de klanten. Dus als we een klant oproepen en bekijken, dan zal er hier onder tabblad identificatie eigenlijk een barometer getoond worden met de kredietwaardigheid van de klant. Dus eigenlijk als je op de datum klikt, dan kan je de score opnieuw opvragen. En het is eigenlijk onmiddellijk duidelijk wat de score is van de klant en of dat die eigenlijk kredietwaardig is of niet. Wenst u een volledig rapport op te vragen, dan kan dat ook. Dus dan klik je hier eigenlijk op de score. En dan is er een volledig rapport in verband met deze klant zichtbaar. Dus met informatie. Dus dat is wel handig. Vanuit de module verkopen
kan je ook die betalingsgedraginformatie eigenlijk gaan exporteren naar company web zelf. Dus dat is eigenlijk een soort feedback dat u kan geven aan company web over het betalingsgedrag van uw klanten. Dus dat doen we als volgt. U gaat naar de module verkopen. Tabblad extra. En hier kan u eigenlijk de betalingsgedraginformatie gaan exporteren naar company web. Dus met deze knop. Je kan ervoor kiezen om dat enkel op te slaan of ook om het onmiddellijk door te sturen via e-mail naar company web. En hier ga je dan eigenlijk opgeven over welke periode het precies gaat. Ja, en dan start. En dan wordt die informatie eigenlijk in een bestand opgenomen per maand die je kan doorsturen naar company web. Zo, dit zijn eigenlijk de belangrijkste zaken die ik wou vertellen in verband met het debiteurenbeheer in Venice en de mogelijkheden. Bedankt alvast om het webinar mee te volgen en hopelijk tot een volgende gelegenheid.